iets te melden. Handschelling, iets vragen rond dat je vroeger ook vanuit dat energiewerk kwam met als Timmerding en zo. Wie jij die verhouding ziet tussen enerzijds ontwaken en dat energetische aspect? Door je energie op te ruimen ga je niet ontwaken. Maar het is wel handig om je energie op te ruimen. Dus je ziet een beetje als twee processen die losstaan van elkaar. Ja. Dus energiewerk is voor mijn gevoel kan dienend zijn aan volwassenheid. Het gevaar ervan bestaat dat er, en ik heb dat gezien ook in die periode, inderdaad een soort verslaving ontstaat van het maar in proces zijn en het blijven manipuleren van energieën. Wat basically een ik-activiteit is. Dus het is handig om sommige dingen een tijd lang te doen. Ik had net een gesprek met jou buiten over Byron Katie onderzoek. Nou, dat kan een hele tijd nuttig zijn. Totdat het dat niet meer is. Nou, dat geldt voor een heleboel dingen. Sommige mensen hebben een tijd lang therapie nodig om de grootste rotzooi op te ruimen. Want anders kan die helderheid er niet doorheen. Dus een hele hoop dingen zijn een tijd lang nuttig, maar zoals ik al eens een keer zei van Adi Ashanti, die deed heel lang aan Zen, maar het moment dat hij wakker werd, was dat het moment dat de Zen stopte. Dus je wordt niet wakker van Zen, of van Advaita, of van meditatiepraktijk en zo. Maar gewoon precies zo simpel als ik het zeg. Ontwaken is altijd de breuk met alles wat daar vooraf ging. Is altijd het stoppen van methode. Welke methode dan ook. Want ontwaakt zijn is ontwaakt zijn. Het andere is worden. Dus een hele tijd lang hebben we, noem ik dan weer wel, zijwieltjes nodig, omdat we nog niet kunnen fietsen. En die zijwieltjes, dat kan energiewerk zijn, of yoga, of therapie, of... Maar ook dit? Want yes. Ongelooflijk heeft op dit weekend... Draait het volledig rond, het observeren van persoon, kijken hoe die persoon... Nee, het draait om observeren. Werkt, doorzien. Het draait om? Observeren. Observeren. Het gaat allemaal constant over verlichting. Alleen, dat heeft niet iedereen door. Want zoals ik al tegen Jan bijvoorbeeld zei, als je dat ene themaatje neemt en tegen nog iemand van niet liggen, en je gaat helemaal tot op de bodem, dan kom je bij de primaire leugen, ik ben iemand. Als je daar doorheen gaat, is er ontwaken, niet volwassenheid. Als je daar niet komt en je gaat in ieder geval een aantal lagen en je ruimt een hele hoop leugenachtigheid op, dan word je op zijn minst volwassen. Maar de primaire leugen is, ik ben iemand en een andere die daarmee samenhangt, ik heb ergens recht op. Dat is een hele leuke. You don't. Dus het is meer een observeren en onderzoeken dat op ontmanteling gericht is. Uiteraard. Ja. Yes. Het is altijd ontmanteling. Als verschil met therapeutische vormen van een ikje dat beter, ergens moet beter worden, beter functioneren, ja. Dat beter. Dat, yes. Ja. Wat ook vaak elementen van ontmanteling in zich heeft, maar basically de premisse overeind houdt, je bent iemand. Nou, heel veel van het energiewerk of andere spirituele dingen hebben die premissen ook. Al zeggen ze dan misschien niet meer dat je een persoon bent, maar dan toch een ziel. Wat nog steeds een afgebakend, afgescheiden wezentje is. Die niet bestaat. Dus een hoop dingen zijn nuttig om een paar stappen te zetten. Zoals je als kind moet leren schrijven voordat je een dichter kan worden. Maar dichten is iets anders dan aapnoodmis. En je moet niet 30 jaar lang aapnoodmis blijven schrijven. Dat is een beetje raar. In mijn optiek. Dus ik ben heel dankbaar dat ik 4 jaar met dat energiewerk, dat was voor mij dan blijkbaar geschikt, bezig ben geweest. En toen dat ontwaken kwam, viel dat uiteraard weg. Maar ik heb er een heleboel van geleerd. Dat is cool. Dat zit in mijn systeem. Niet meer de kennis van chakra dit, chakra zus, aura laag, zoveel. Maar gewoon het kunnen waarnemen op een energetische manier. Een van de goede dingen die erin zat, was dat je constant zeg maar, diagnose stelde in het moment. Door iemand te lezen, zoals die nu is. Niet het verhaal eromheen, maar gewoon de energie leren voelen. Zodat je eigenlijk amper tekst en uitleg nodig had, want je kon gewoon iemand zien.
Dat waren allemaal coole dingen. Wat heel erg te maken had met hier, nu, dit. Een ander aspect ervan was dat er een hele soort cultusachtig gebeuren toch omheen ontstond. Met allerlei verwachtingen en projecties en bijzondere stuff. Die eerder een hindernis naar mijn smaak zijn om wakker te worden dan een hulpmiddel. Want ego vindt het heel prettig om speciaal te zijn. Nou, als jij je energetische vermogen, als je siddhis gaat ontwikkelen en je wordt helderziend of je kan genezen, dikke kans dat je dat gaat doen, want daar is even kicken. Look at me go. En dan vergeet je dat je misschien, als dat al zo was, met spiritualiteit bezig ging om wakker te worden. Gelukkig, overigens, gingen de meeste mensen daar in ieder geval er niet naartoe om wakker te worden, maar voor 100 andere redenen. That's all right. Dus in feite moet je dan ergens een onderscheidingsvermogen ontwikkelen waar je mee bezig bent. Yes. Zo helder kijken van, yes, is het een ikje dat ik, of is het echt iets? Voilà, dus een van de inzichten die hier ontstond, was dat ik was vrij aardig in dat energiewerk. Zo van, ja, maar wie ben ik om de hele tijd te gaan bepalen dat dit chakra zus moet zitten of dat deze energie weg moet? Of... Mijn ego was heel handig geworden. Ik zag het in één klap als energiemanipulaties, zoals allerlei andere manipulaties zijn. En toen stopte het. Toen gingen als het ware de handjes er vanaf en was er zoiets van, oké, wat gebeurt er als ik helemaal nergens meer op ingrijp? Ja, wat gebeurt er dan? De dingen regelen zich vanzelf. Dan gaat er iets veel intelligenters dan ik ooit kan zijn aan de gang. Is het dan zo dat je niet lang meer in een verkramping blijft bijvoorbeeld? Dat als je er gewoon je handen vanaf houdt, dat dan... Ja, uiteraard. Ja. Emoties, heb ik al eens eerder gezegd, als die komen, of identificaties, en daar wordt niks aan gedaan of mee gedaan, dan is het Waarom duurt het allemaal zo lang? Omdat ik het erg vind, omdat ik me schuldig ga voelen, omdat ik het claim. Dan pomp ik er een heleboel energie in, dan maak ik er een heel groot drama van en ik plaats het in tijd van, oh, dan ga ik alweer. Dan heb ik me alweer geïdentificeerd, of weet ik veel. Dus gelijk wordt het hele verleden erbij geslijpt en dus een projectie naar de toekomst gemaakt, verwachtingen dat ik het in de toekomst beter moet doen of whatever. En zo kunnen we dagenlang in een of andere dip zitten. Dus dan ontstaan er eigenlijk shortcuts. Ja, natuurlijk. Het komt op. Het komt op en het is weer weg. En basically, I don't give a shit. Want ik heb niet de indruk dat ik altijd zus of zo moet zijn. En dat had ik vroeger wel, want je moest goed zijn of whatever that may mean. Nou, dat was ik niet. Dus voelde ik me net als ieder mens, iedereen die denkt dat hij een mens is of een afgescheiden wezen, voelde ik me, hoe zeg je dat, tekortschieten. Schaamte, schuld, en als iets goed ging, trots, en al dat soort shit. Ja, nu ben ik gewoon wat ik ben. En that's it, en er zit niks goeds of slechts aan, het is wat het is. Nou, in dat energiewerk, wat aanvankelijk ook, daarom vond ik het fijn, vrij leek in de zin van dat er geen moraal in zat, die bleek er wel in te zitten. Er zaten allerlei verwachtingen over hoe je dan zou zijn, en, verwachtingen over gezondheid. Dus heb ik al eens gezegd, dat was leuk toen er een paar dood ging aan kanker. Die waren toch zo zuiver, dat zou niet kunnen. Wel. Ik ken je leven nog niet. En het was ook meteen duidelijk toen ontwaken kwam. En dat had Ad heel goed in de gaten. Want het eerste wat hij zei, toen we het daar even over hadden, was van, nou, ik ben dan benieuwd hoe lang hij nog hier blijft. Want dit gaat over bewustwording, over persoonlijke of spirituele groei. En waar jij het over hebt of wat daar gebeurd is, is iets heel anders. Nou, uiteraard was ik na 3/4 jaar daar weg. Ik kon daar niet functioneren als docent en in een kadertje. Ik mocht allerlei dingen niet zeggen daar.
Je mag die ekjes niet bruskeren met... Jawel, mocht op allerlei dingen, maar er waren andere inzichten die de man die het van Ad had overgenomen niet kon aandoen. Ja. Nou, dat mag, dat is zijn tent, niet de mijne, dus dan moet ik gaan. That's alright. Dus ik had het over niet weten. Ik had het over dat wat voor beide personen ligt, maar het ging daar over het energiesysteem enzovoort. Daar moest ik het over hebben. Ik moest het over die chakras hebben. Ik krijg het mijn bek niet meer uit. Wat niet wil zeggen dat anderen die dat wel kunnen onzin vertellen, dat zeg ik niet. Maar ik kon het niet meer, ik moest iets anders zeggen. Nou, dat kon daar niet. Nou goed, dan ga je weg. That's alright. Doe ik het zelf wel. En helaas, is gelukt. Dus als bij jou op persoonlijk niveau dan een verkramping of een knelpunt is, dan is gewoon helder, blijf je gewoon helder blijven observeren. Ik ervaar dat niet eens zo, eerlijk gezegd. Jij ervaart dat niet meer zo, hè? Ja. Omdat dat alweer een oordeel is over wat er dan... Nee, er is gewoon, ja, ik kan dat heel moeilijk uitleggen. Wat afwezig is, is vinden dat het zus of zo moet. Dus als er irritatie opkomt, is er hier geen enkel bezwaar tegen het verschijnen van irritatie. Ik heb niet de verwachting of het beeld dat ik irritatieloos zou moeten zijn. Of dat ik wel of niet zou moeten roken, of wel of niet vlees zou moeten. Ik eet het niet, of bijna niet. Maar er is geen filosofie of moraal of beeld of... Daar is nou net weg. Het absolute, observeer hoe Hans hanst. En ja, dat is gewoon hoe Hans hanst. That's it. En vroeger dacht ik dat ik zus of zo moest zijn, of dit of dat moest kwijtraken of bereiken, of... Nou ja, spirituele ambities en whatnot. It's all gone. Dus het is gewoon zijn en daar manifesteren zich dingen in. Gedachten, gevoelens, handelingen, vrij weinig emoties. Want als je geen ik erop nahoudt in die zin, is er ook niet zo heel veel om je druk om te maken. Of teleurgesteld over te zijn, of je ziet gewoon van, oh, dat gaat zo. Of, oh, die is blij, of, oh, die is kwaad. Oké? Okay. Welke een onderscheid tussen gevoelens en emoties? Ja. Gevoelens die zwijven zo'n beetje. En emoties zijn van die gecomprimeerde, geconcentreerde uitbraak. Daar zit lading op. Yes. Die zijn wat grover qua aard, zou je kunnen zeggen. Weet je. Niet slecht of zo. Maar als je weinig interesse hebt in de persoon, dan is het ook heel moeilijk om er veel emoties op na te houden. Nog los van dat ze erg saai zijn. Want ik moet eerst een ik maken om diepgaand teleurgesteld te zijn ergens over. Weet je wel, maar als dat dan niet is, ja, wie moet dan teleurgesteld zijn? Ja. Dat er geen belang meer is bij wat je doet. Voilà, dat is het. Dus die belangen, die belangen zijn afwezig. Dus het lullige met waarheid of verlichting, dat gaat eigenlijk over afwezigheden. En ja, net als een schilderij wat er niet hangt, dat kun je niet zien. Je kunt hooguit denken van daar hing er een. Maar ja, zo is dat met dit ook. Er zijn gewoon een aantal dingen afwezig. Of ik zeg wel eens, ze zijn kapot. Want het had al horen te zitten eigenlijk natuurlijk. Ik zou me veel drukker moeten maken. Maar ja, het gaat niet echt. Ik kan wel soms nog doen alsof. Dat vind ik dan wel leuk. Zijn dat ook de twee gevallen eigenlijk van het ego, van die identificatie met iemand, en aan de andere kant, ik heb ergens rechten? Dat hangt samen in ieder geval. Zodra ik denk dat ik iemand ben, meen ik dat het zus of zo moet gaan en dat dit en dat niet mag. Ja. Of niet zou mogen gebeuren, of verwachtingen, en eigenlijk eisen. Ja. Die ik eerlijk zijn, yes. De stories of zelf, van het verleden. Dat heeft allemaal die delen aspecten. Ja. En dus als je ook een van die dingen
totaal, zeg maar, doorgrond. Dus iemand die 100% die eerlijkheid realiseert, die houdt in feite op met een individu te zijn. Die is gewoon een aanwezigheid van waarheid. Dan is dat organisme een drager van waarheid geworden en niet meer een drager van het ego. Of de, nogmaals, of de omgeving dat leuk vindt. Het hangt ook een beetje van het gevoel van humor af van de waarachtige. Maar... Die is heel interessant. Ja, dat is een super, super breekijzer. Want dan kunnen we inderdaad op een bepaald... Ja, je kunt op een heel oppervlakkig niveau dat bekijken. Van, oh, ik voel eigenlijk dit en ik moet gaan zeggen wat ik voel. Maar je kunt nog een niveautje dieper. Heb ik wel recht op wat ik voel? Hoe eerlijk is dat, dat ik er eigenlijk een opinie op nahoud? Waar haal ik dat vandaan? Wat heb ik er allemaal voor nodig om een persoon overeind te houden? En hoe eerlijk is het dat ik verwacht dat anderen mij bevestigen? Of de noodzaak die een persoon vaak heeft om gezien te willen worden? Huh? Hoe eerlijk is het dat ik van alles doe om gezien te worden? Weet je wel, dus al die dingetjes die over die volwassenheid lijken te gaan, als je daar één ding van pakt en je zoekt hem uit tot de bodem, you're gonna wake up. Dat kan niet anders. Alleen veel van ons, die graven 1, 2, 3 niveautjes en dan vinden ze het wel best. Ja, dus het is ook heel erg gekoppeld aan die energie lezen en voelen. Yes. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Weet je wel, van als ik de energie totaal versta, waar haal ik dan het recht vandaan om mij als een afgescheiden wezen op te stellen? Heb ik dan niet door dat alles zich tegelijkertijd manifesteert? Ik ben nog nooit verschenen los van de wereld of de omgeving. Dus hoezo scheid ik mij af en claim ik dingen? Dit hele lichaam had niet kunnen ontstaan zonder mijn ouders en de bakker en de zon en de regen en de aarde. En dan ga ik een stuk voor mij claimen en dan babbelen over eerlijkheid. Oeh! De arrogantie die erin zit, weet je wel? Dit hele ik-verhaal. Wow! Amazing. En dan zeggen ook mensen dat ik arrogant ben, dat klopt ook, maar ik stel me niet de hele tijd op als een iemand. Dus dat is ook een ding, hè, wat we het eerder over gehad, van het ego, dat hij dus van alles claimt. Pakken, dit pakken. Het moet zo, ik heb recht op. Dit zou niet mogen gebeuren, dit heb ik gedaan. Dat zijn vele gezichten. Yes, yes, maar ze verwijzen allemaal naar datzelfde bewegingje. Het is niet eens een ding, het is een bewegingje. Ik identificeer me echt met duurzaamheid. Oh, Jezus toch. En ja, ik zie dat nog echt wel als waarheid. Ja, dat mag gerust. Ja. Dan moet je er iets meer over zeggen. Wat is duurzaamheid bijvoorbeeld? Dat is een aardige vraag. Verspilling, gasverbruik, weet je dat. Wanneer ik geen gas nodig heb om een ijsje te koken, dan doet dat niet. En dan ben ik best wel wat. Dat is. Wat is duurzaamheid? Ergens gaat het er ook een kick uit om dat zo te doen. Ja, precies. Dus dat is een goede vraag. Wat levert je het duurzaamheidsverhaal op? Ja, ik denk soms wel eens van. Ik moet toch erg gas voor me gebruiken, weet je, de zingeving wil net heel erg gas nodig hebben. Of beter wil voelen dan anderen. Wat? Of beter wil voelen dan anderen, ja. Die er maar op losleven met hun lompe gedrag. Zit er ook in. Ja, dat dacht ik al. Dat is meestal zo met die dieren. Ecotypes. Ja, ik heb ook 22 zonnepanelen daar niet vandaag. En dan kan ik tenminste lekker roken. Om mijn wangedrag te compenseren, flikkeren we een paar van die panelen op het dak, man. Kan mij schelen.
Kijk maar eens even groen zijn. Ja, drie. Dat is niks. 22. En twee auto's. Maar ga door, jij was aan het woord eigenlijk. Dan heeft hij niks uit de pan met water die aan de kook is. Nou, nu komt de missies de eco en die doet het deze. Dat is toch stom, weet je? Ja, nogal. Maar echt, dat zit ergens op zo'n manier redelijk vast in. Ja, ik vind dat geen duurzaam iets, zeker niet voor de relatie. Ik was al lang weg. Het leuke is van met dingen onderzoeken, dat het een beetje lijkt op Kill Your Darlings. Dus je kunt het beste beginnen met waar je het meeste van houdt. Dus als dit jouw ding is, en er is verder niks tegen duurzaamheid, oh, geweldig, prima, weet je wel. Maar probeer het te slopen. Probeer het onderuit te halen. Probeer alle valse elementjes die erin zitten gewoon zo grof mogelijk in beeld te krijgen. En ik bedoel in dit geval met grof het gemene wat erin zit. Het controlerende, het valse. Dan kan het zijn dat duurzaamheid blijft, maar vanuit een soort ontspannen, positieve, liefdevolle houding. Of het kan zijn dat je don't give a shit anymore. Want het zou ook zomaar kunnen zijn dat je realiseert dat leven gewoon niet duurzaam is. Dus als ik echt duurzaamheid zou willen nastreven, dan zou het eenmalig aanschaffen van een Kalashnikov. Met een flinke heuptas munitie en een paar handgranaten een hele goede oplossing. Ja, is toch zo? Hoe minder mensen, hoe beter. Ja, de controle eigenlijk kan ik natuurlijk in meerdere dingen terugzien. Wow. Oké. Wanneer ik dan zo weer stilsta, ja, dan voel. En dan komt al een gevoel van verdriet dat niet goed zou zijn. Dat ik weer zo'n stemmetje over. Dat wat niet goed zou zijn? Dat wat niet goed zou zijn? Nee, dat het niet mag, weet je, dat we het controleren. Oh. Ik zie ook dat het weer een ego-beweging is. Het wordt vaak, het valt vaak een beetje stil wanneer ik daar naar kijk. Goed, en is er dan nog een neiging om duurzaam te willen zijn? Als het stil is? Of om niet duurzaam te willen zijn? Of bestaat het hele thema niet? Nee. Voilà, there you go. En dan leef je gewoon overeenkomstig jouw programming. De programming van deze is zodanig dat hij nooit accuzuur in de natuur zal flikkeren, zelfs troep loopt op te ruimen. Niet omdat het een goede jongen is, maar het is gewoon een fucking hekel aan. Op een of andere manier, zo ben ik geconditioneerd, maar ik ben niet beter dan een ander die de troep neergooit. I just fucking hate it. Ik gooi ook geen troep in mijn huis overal neer. Weet je wel? Maar er zijn dat stukje van, ik zeg, dan wordt het stil, dan denk ik, ja, het is niet voldoende om het. Nee, daar moet je ook niet. Nog niet helemaal. Precies, daar moet je ook niet stoppen, maar je constateert in ieder geval dat de ego actief moet zijn om verhaaltjes over rigiditeit en controle en duurzaamheid in de lucht te houden. Dat zijn ego-hobby's. Al die dingen. Dus wat dient het? Mijn ego. Zodra je ergens voor of tegen bent, dient het je ego. Desondanks zul je niet kunnen leven zonder ergens voor of tegen te zijn. Alleen hoe los zit je daarin of hoe rigide is het? Ik vind ook van alles. Maar ik weet heus wel dat ik de wereld niet ga veranderen. Het enige wat ik kan doen is mijn liedje zingen en that's what I do. And probably tot ik omval.
En that's it. En wat daar verder mee gebeurt en uit voortkomt, ik ga daar niet over. Maar ik zal geen vuilniszakken in het bos flikken. En als ik het iemand zie doen, dan heeft hij waarschijnlijk een probleem. Afhankelijk van hoe. Ja, je wordt toch een dagje ouder, hè? Dat is een beetje jammer. Dus op een gegeven moment bijvoorbeeld hier stopte omdat ik een aantal dingen hoorde. Het eten van vlees, dat kostte geen enkele moeite, het stopte gewoon. Ik was er nooit al echt een fan van geweest. Maar met wie ik toen was, dat was echt zo'n vegetariër terrorist. Dus die ging iedereen daar gewoon over lastig vallen de hele tijd. Ik vond dat gewoon onplezierig. Dan vond ik de excuses die kwamen hier, ik vind het lekker. Dat vond ik ook allemaal slappe verhalen. Dus ik snapte het allemaal wel, maar dat geprovoceerde de hele tijd en dat gedoe en ik ben beter dan jij omdat ik geen vlees eet. Ik vind dat iets triests hebben. Zou het beter zijn als we allemaal geen vlees aten of 80% minder? Yeah, sure. I get that. Maar ik ga daar niet de hele tijd over lopen ouwe hoeren. En als ik uit ga eten en iemand wil vlees of vis eten in mijn buurt, ja, dan moet je lekker zelf weten. That's alright. Het is none of my business. Ja, ik heb nou in ieder geval wel zo'n gast af van die weer niet komt. Ja, we hebben een pelletkachel. Ja, het lulverhaal was dat hoog rendement en veel beter voor het milieu. En aanvankelijk was dat ook zo, want er werd alleen houtafval voor gebruikt. Maar nu zijn er zoveel pelletkachels dat ze hele bos aan het omzagen zijn. Heb je dat weer? Is het nadeel van succes? Dat heb je vaker zo. Ja, eerst hadden ze palmolie als alternatief voor allerlei shit. Want dat was veel gezonder en beter. Gingen ze hele oerwouden omkappen om palmolie te kweken. Palmolie was duurzamer. Soja was ook beter. Ja, behalve voor die apen die daar woonden. Omzagen die handel. Lekker sojaplanten kweken. Betere eiwitten, ja. Weet je wel, tricky stuff. Ik weet het niet. Niet zo triest kijken allemaal. Zo erg is het ook weer niet. Don't worry, you're gonna die. Nog meer? Nou, misschien straks. Okay. Ik heb een hele tijd lang zelfonderzoek gedaan. Oh. Ja. En eigenlijk bij elke statement of vraag die ik kom eigenlijk hetzelfde antwoord uit in de vorm van dus ik. En ja, dan komt de vraag: wie is die ik? Ja, precies. Die vinden. Precies. En Ramana Maharshi gaat er direct naartoe van: follow the high thought, abide in the self. En jij zegt er precies hetzelfde: blijf in ik ben of dat. Ik heb jou als de vergelijking volgens mij ook gebruikt van het enige wat wij kunnen doen vanaf deze kant als we nog gaan, als een persoon fungeren. Dus bij die deur van verlichting te gaan zitten in die zin. Want we kunnen wel aan die deur gaan trekken of van drukken, maar die gaat aan de andere kant open. Ja, precies, laat hier niet binnen. Ja, precies. Het enige wat we kunnen doen is daar elke keer weer terug gaan zitten. En ja. Of beter nog, gewoon er niet meer vandaan gaan, want dan hoef je ook niet meer terug. Verblijven in ik ben, jij bedoelt dus bij de deur zitten? Ja, yes, of constant observeren. Right. Dat is ook hetzelfde. Zien. Nu. Want het feit is dat we eigenlijk constant bij die deur zijn, alleen wij denken ons er vandaan. Dus we verzinnen, en dat is altijd een soort voorwaartse beweging, zeg maar. Een persoon die dan iets zou moeten doen of laten of worden of weet ik veel wat, is daar geen. Maar feitelijk zijn we
het zien. Dus dat is waar we al wonen, alleen dat vergeten we de hele tijd. Dus we verdwijnen, we keren constant het zien of het zijn de rug toe. But it's still there. Ik ben nooit ergens anders geweest eigenlijk. Ik ben nooit iets anders geweest dan dat zien, alleen dat zag ik niet. Er is niks. Gedachten bij, ja, je gaat erop in en dan... Nou, wacht even, nou je het hier toch over hebt, dat is leuk. Wat er eigenlijk gebeurt is, er is niets. En dan begint zich iets een heel klein beetje te roeren. Ik noem dat oersoep. Het is nog helemaal niks specifieks, maar het borrelt, het beweegt een beetje. En dan als het wat aan energie wint, dan kan het tot een soort emotie of gevoel leiden. En als dat nog wat sterker wordt, dan kan het een gedachte worden. En als het nog sterker wordt, dan kan het een handeling worden. Dus het is niet zo van dat, zoals het lijkt, van er is niets en ineens is er een gedachte. Dat lijkt zo, maar als we echt heel stil zijn, dus blijven zitten, alleen maar zien, dan gaan we dit ontdekken. Dat niets begint zomaar spontaan ineens te borrelen. En dan komt er iets. Zo ontstaat ook dat hele... Ik ben gedoe waar we in gevangen zitten, het idee er te zijn. Er is gewoon niets. En ineens zonder reden spontaan, boop, gaat dat kleine lampje aan. En dan, zoals Nisargadatta dat roept, die telefonische boodschap, I am. En dan begint de rest. En dat, je kunt dat, ja, niet je in de zin van persoon, maar jij als absolute kunt dat zien gebeuren. Op het moment dat je dat ziet, heb je de hele creatie doorgrond. En dat is precies wat meester Eckhart bedoelde met ik was al voordat God kwam. Want God is I am, de schepper. Maar God is niet het uiteindelijke, het is de troublemaker. Een van de grote trucs, hè, van religies, dat ze ons laten denken dat God de good guy is. No, he's not. Constant terug. Yes. En die stilte en dat zin als het ware toestaan te verdiepen, totdat je gewoon die schepping ziet plaatsvinden. Als je het zijn ziet verschijnen, dan kun je hem ook zien verdwijnen. And then you'll know everything. En dan, als dat plaatsvindt, is er zo weinig interesse in die persoon die je eerst dacht te zijn. Die mag dan gewoon, ja, doen wat die aan energie in zich heeft. Dus een grote bevrijding zelfs uiteindelijk voor die zogenaamde persoon. Of beter, dat organisme, die wordt dan eindelijk eens met rust gelaten. Terwijl als mensen denken iemand te zijn, dan zitten hier constant de advocaat en de aanklager en de rechter iedere scheet te beoordelen. En heel veel mensen denken zelfs dat dat observeren is. No, it's not. It's insanity. Yes. Zo, lekker bakkie. Ik ervaar dat dan zelfs wel zoomen, zeg maar. Of weet je, dat voelen, maar dan... Weet je steeds het scannen over iets en dan haakt er weer iets aan. Aan een gedachte of zo. Bijvoorbeeld, ja. Maar niet opeens. Dat lijkt nee, zo. Nee, daar gaat iets aan vooraf. Yes, ja, yes. Beweging, ja. Alsof een zoekende beweging is, yes, van de, yes, mind die iets. Hè, dat. Dus mind is ook niks anders dan die activity. Er moet iets zijn. Daarom vindt hij het fucking irritant, zeker aanvankelijk, als de boel echt stilvalt. Nou, dan is het 5 minuten stil en dan
word je zenuwachtig of geïrriteerd of krijg je zin om ruzie te zoeken? Of... Want er moet iets gebeuren. Je ego is niks anders dan gebeuren. Still is. It's not good. Dus als we het dan even koppelen weer aan die eerlijkheid en meer het persoonlijk maken, dan... Hey, ik... I'm looking for trouble. Letterlijk. Als er een ik is, dan is die constant looking for trouble. Feitelijke trouble die er is. Of mogelijke trouble die misschien kan gaan ontstaan. Of als dat er ook niet is, trouble in het verleden. Maar hij is constant looking for trouble. En dan vraagt hij zich nog af waarom hij zo vaak in de problemen zit. En zo kan hij dus bijvoorbeeld in jouw voorbeeld van de straks van duurzaamheid of zo belangrijk vinden. Maar het gevolg ervan is conflicten en irritaties. Omdat het dezelfde figuur is, de troublemaker, die daarmee bezig is. Die gaat nooit vrede creëren. Want die wil dat het moet zus en niet zo. Looking for trouble. In a sustainable way. God, dat moet worden van de harde werken. Ik vind het helemaal lekker te zitten, ochtends te mediteren, zeg maar. Op mijn bed liggen of yoga of even zitten, zeg maar. En dat is altijd heerlijk. En dan komt dat moment dat ik klaar ben, dan gaat de bel en dan sta ik op en dan is er altijd heel veel energie. Ja, zo is het hier een beetje gaat. Ja, dat klinkt goed. Keep going. En besef, zou je nog kunnen doen, dat meditatie dus niet alleen is stilzitten. Maar het is gewoon de energie volgen. Dus als activiteit, hè, als het flut is, dan is het flut en ik ga er niet tegen in. En als het app is, is het app en dan ga ik niet tegen in. Dat is eigenlijk meditatie. En dan kun je strikt genomen 24 uur per dag mediteren. Want dat heeft niks met de houding van het lichaam te maken. Ja. De laatste tijd is de mate van overprikkeldheid, angst en depressiviteit is de piek, zeg maar. Als ik zeg maar daar van bij ben, zeg maar, dan zijn er momenten dat ik denk van dit is zoveel, dit is niet meer leuk om hier te zijn, zeg maar. Ik weet niet of dat de vraag is. Het is niet dat het gewoon veel is. Ja, dat kan. Om te verwerken, zoiets. Dus is dan de uitnodiging, kan ik mijn systeem gewoon toestaan het te verwerken op het tempo dat hij dat kan verwerken? Ja. En not to push it. Ja. Om te verhuizen naar een rustige plek, zeg maar, wat makkelijker kan. Zo. Goed. Ja? Nee, dat is niet waar. Zeg maar, waar ik niet ben, wordt ook geleerd, zeg maar. Uiteraard, maar dat wil niet zeggen dat je niet op een buitenplek plek kan gaan zitten. Anders, dat zei ik net buiten, ook, kun je ook in een gulag gaan wonen, want er is ook zoveel te leren. Misschien nog een idiot, hè?
daar pas ook iemand tegen me. Die zat in een relatie waar ook geweld plaatsvond. Ja, maar ik kan er zoveel leren. Ik zei, volgens mij moet je leren dat je mag maken dat je wegkomt. Fuck that idiot. Ik kan er zoveel van leren, ja. In zijn meest simpele vormen is het niet eens een kwestie van leren, want leren suggereert een langdurig proces in de tijd. Maar gewoon om right now heel goed te luisteren en te kijken. Dan weet je toch eigenlijk altijd onmiddellijk wat je moet doen en wat je niet moet doen. Vooral als je er niet over nadenkt. 9 van de 10 gevallen is het ergens over nadenken een weerstandmanoeuvre. Je voelt dat je moet gaan, of iemand een tik op zijn neus moet geven, fysiek of anderszins, of whatever, maakt niet uit wat het is. En dan ga je erover nadenken. Maar dat ding, dat was de aanzet, dat was de opdracht. Laat dit vallen, ga dit aan, maak dat je wegkomt. En intuïtie, of hoe we het willen noemen, heeft altijd van die hele eenvoudige, zeer kort geformuleerde aanwijzingen. Ego heeft altijd van die, ja, maar toen en dit en dat, en als je zus en zo, dan gaat het, weet je wel, van een gauw. Waarheid is altijd kort van stof. Ja, nee, doen, niet doen. Fuck off. Dat soort, ja, er is meestal geen spel tussen te krijgen. Ja, ik ben ook wel veel bezig met wat hij dat ook had van het optimaliseren van mijn omstandigheden eigenlijk de hele tijd. Ja, dat is wel verstandig. Ja, meer rust of zo. Terwijl ik soms ook denk van ja, binnen in de chaos kan er ook gewoon rust zijn. En ja, en als ik rust wil, dan heb ik eigenlijk niks nodig. Eigenlijk strikt genomen niet eens een stoel. Dat kan ook op de grond zitten. Ja. Maar als ik ga zeggen van ja, maar ik moet eerst de kamer behangen en nieuwe lampen ophangen. En dan laten we LED nemen, want dat is duurzamer. En dan moet nog een paar kleedjes breien en weet ik veel. En ja, dan moet er ook nieuwe geraniums. Ja, dan kom ik niet aan zitten en rust toe. Hè? Dus ik ben veel simpeler wat dat betreft. Als ik rust wil, dan doe ik gewoon zien. Of ik zet Netflix aan. Ik zet kei rustig. Die geest die zoont gewoon uit. En je hebt maar ongeveer 2% van je capaciteit nodig om het verhaal te volgen. Dus ik kan 98%, die ligt lekker. Rust is makkelijk. Net als vrijheid is ook makkelijk. Het kost geen moeite. Maar het alles naar je zin maken, dat kost een heleboel gedoe. Ja, ik was naar het weekend geweest in Heren. En toen had ik best wel heel veel zelfonderzoek gedaan waar heel veel tijd in ging zitten. En ik was heel erg gefocust. En toen kwam ik er vandaan en zo, nou heb ik even weer een tijdje helemaal niks doen. Ja. Nee, dan. En dat gebeurde ook. En ja, daar kom je ook geen reet vooruit. Dan zijn we weer een paar maanden verder. En toen heb ik heel veel Netflix gekeken natuurlijk. Maar, ja. Doe ik ook altijd. Ja. Ja, ik hoef niet meer verlicht te worden. Maar ja, die boot die staat. Je ziet toch wat je doet? Kijk, even voor de simpelheid, hè. Voordat jij iets gaat doen, is dat zien of zijn er al. Dus dat is altijd eerst. Dus als jij van plan bent je omstandigheden te optimaliseren, dat zijn is er eerst, want anders is er niemand die kan optimaliseren. Dus daar is er de hele tijd. Wat je ook doet, voordat je iets wil, is dat zien er al. Voordat je iets laat, is het zien er al. Voordat je zelf onderzoek gaat doen, is het zien er al. It's already there. Mm-hmm.
De uitnodiging is, stay there. En als je daar bent en je kijkt, dan kun je toch vrij snel inzien welke van je handen dingen volstrekt overbodig zijn. En helemaal niet brengen wat je suggereert te willen. Als je rust wil, dan moet je ophouden met rondrennen. Rust is heel makkelijk, daar is gewoon een heleboel dingen niet doen. En als je slim bent en je hebt toch een paar van die koters rondlopen, ze zo snel mogelijk taken toebedelen. Ik ben een groot voorstander van kinderarbeid. Gewoon een jaar of 3, 4, dan kunnen ze al best wat. Dan is het maar even met z'n bezempie, kom op, vegen. Niet vegen, niet eten. Het hoeft niet veel te zijn, maar doe wat. Met je spelen de hele dag. Dan denk je, ja, in een pretpark is of zo. Life is brutal. Grow up, fucker. Ik ga, mama gaat eens even rustig. Up, daar nog. Even lekker zijn. Dat meenemen. Ja, dat zou ik meenemen. Jongen. Ik zeg altijd maar zo, ik ben blij dat ik oud ben, want die toekomst, ik heb er zo geen zin in. Die hele volgende generatie narcisten, ik wil ze gewoon... vreselijk. Nou ja. Misschien een grapje. De jeugd heeft de toekomst. Oh. Nou, dat hoort wat. De selfie generation. Ik heb hier recht op, ik heb daar recht op. Het zou anders moeten zijn. Het leven is niet eerlijk. Nee, inderdaad. Wake up. Ik kap hem maar. Ik begin nou erg flauw te worden. Dankjewel. Tot morgen of whatever.